evacuatiesignaal gegeven? Omstreeks 10 uur in de ochtend wordt een SO2-gaslek waargenomen bij AGC Flatglass in Molgompel, het vroegere Klaverbel. De hulpdiensten worden onmiddellijk ingelicht en het personeel wordt geëvacueerd. Ondertussen is in het gemeentehuis van Mol de crisiscel met alle disciplines aanwezig om de hulpverlening te coördineren. De buurtbewoners worden verwittigd via het crisisinformatienetwerk. Dit betekent dat alle inwoners van Molgompel een automatisch telefoontje krijgen. Dit is een oefening. Er heeft zich vanochtend een gasontsteking voorgedaan bij AGC Flatglass in Molgompel. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Alle inwoners moeten binnenblijven en ramen en deuren sluiten. Ook airco afzetten. Luister naar de radio voor de verdere nieuwsberichtgeving. Dit is een oefening en het enige en laatste bericht. Hier beneden, hier zit de wezendienst. Het incident doet zich hiervoor, de 24. De brandweer van Mol en Balen en de dienst 100 zijn snel ter plaatse en doen de eerste vaststellingen. Een medewerker van het bedrijf heeft ademhalingsproblemen en wordt overgebracht naar het Heilig Hart ziekenhuis in Mol. De brandweer heeft de gaswolk snel onder controle en voert permanent metingen uit. De Kolburenlei wordt door de politie voor alle verkeer afgesloten. Voor deze oefening is snel en efficiënt verwittigen van buurtbewoners en de inzet van de hulpdiensten op het terrein van het grootste belang. De allernieuwste communicatietechnieken worden grondig getest. Zowel op het terrein als in de crisiscel worden alle handelingen zorgvuldig door de waarnemers genoteerd, zodat er nadien een grondige evaluatie kan gebeuren en de zwakke punten bijgestuurd. Interventieploeg Vloot, heb jij de Michel van Bellen in het hoofd? Ja, die zijn op het hoofdgebouw. Ja, oké. Waar waren ze? Het hoofdgebouw. Van de Perre. Ja, dus vandaag hebben wij een oefening georganiseerd op AGC in Molgompel. Het is een oefening die wij natuurlijk geanceneerd hebben, maar die vooral als doel heeft om te zien hoe snel en hoe accuraat al onze hulpdiensten kunnen inspelen indien er zich een incident zou voordoen. Dit is een wat wij noemen multidisciplinaire oefening, waarbij brandweer, de medische sector, politie en dergelijke meer worden ingeschakeld. Maar waarbij we ook zeer veel aandacht willen besteden aan de communicatie. En met communicatie is dat vooral berichtgeving naar de burgers die in de onmiddellijke omgeving van een dergelijk bedrijf wonen. We trachten daar de meest efficiënte middelen voor aan te wenden. Voor ons is dat onder andere de sirenes, maar ook het SIN. Dus het SIN is het crisisinformatienetwerk. We hebben dat ook getest. Wij stellen vast dat daar toch nog verbeteringen mogelijk zijn, maar dat is ook de bedoeling van een dergelijke oefening, omdat wij aan al onze diensten zullen vragen om een goede en grondige evaluatie te maken van hetgeen er zowel in het crisiscentrum als op het terrein is gebeurd. En de bedoeling is daarvan uiteraard om onze rampenplannen zo goed als mogelijk aan te passen.